goedemiddag. Sport op vrijdag, ruim 40 uur na Nederland-Cyprus. Dus praten we in deze uitzending met Jo van Marrelen en met Rinus Michels over datgene wat er is gebeurd. We praten ook met Johan Cruijff en Rinus Israël over datgene wat komen gaat. Dat is zondag Ajax tegen Feyenoord. Verder onze quiz met Hein Vergeer en Leo Visser en wielrennen. En dat betreft Jan-Paul van Poppel, Nederlands beste sprinter. Bovendien waren we bij Jumping Amsterdam en bij het meest snobistische tennistoernooi ter wereld, dat van Antwerpen. En daar schakelen we nu over live naartoe, want op dit moment spelen Ivan Lendl en Tim Mayotte. Een toernooi, terwijl u kijkt naar Tim Mayotte in het Sportpaleis in Antwerpen, dat is gedoteerd met 1 miljoen dollar. Inderdaad, zeer snobistisch, maar er wordt ook toch wel toptennis bedreven.